Goeiedag. We gaan weer terugblikken op een bewogen sportweekend en op een gesprek dat Jan-Dirk Stouten vanmorgen voerde met een deel van de leiding van Feyenoord. Gesprekspartners in de Kuip waren Pim Blokland, aanvoerder van de Vrienden van Feyenoord en commissaris van de club, financieel directeur Onno Jacobs en mediamanager Raymond Salomon. Nou is er de afgelopen tijd veel gesproken over de relatie tussen Raymond en Feyenoord. Hoe was de sfeer in dat gesprek, Jan-Dirk? Ja, het was een goed en vriendelijk open gesprek wat mij betreft. We hebben vorige week afgesproken weer eens met elkaar om tafel te gaan. Deze keer met als directe aanleiding een aantal publicaties op verschillende websites, maar vooral ook die van ons over de financiële situatie in de Kuip. En ik heb het ervaren als een prettig gesprek. Dan de inhoud. Je hebt ongetwijfeld gevraagd hoeveel hebben de Vrienden van Feyenoord nu inmiddels opgehaald? Ja, Pim Blokland en de zijnen willen pas definitief naar buiten komen als ze de toegezegde 30 miljoen euro hebben opgehaald. Blokland noemde nu ook geen exact bedrag, maar sprak wel van een dikke 20 miljoen euro. Kortom, het gaat goed met de reddingsoperatie van Feyenoord. Belangrijk in dat kader om te melden is, in oktober kwam Blokland voor het eerst naar buiten na de deceptie in Eindhoven bij PSV. Toen was er 17 miljoen euro opgehaald. We hebben doorgevraagd op dat bedrag. En navraag leert dat van die 17 miljoen die toen waren opgehaald, 2/3 bestond uit omgezette leningen. Investeerders die Feyenoord een lening hadden verstrekt, die zijn omgezet in aandelen. En ongeveer 5 miljoen euro, 1/3 is cash. Blokland verwacht uiteindelijk op de 30 en misschien wel 40 miljoen euro uit te komen. En dan zal het percentage cashgeld flink toenemen. Dan wordt er nu natuurlijk door de supporters ook naar vandaag gekeken. Kunnen we dan nieuwe spelers gaan halen? Dost is besproken. Is dat geld er nu? Nee, dat geld is er niet. Wat dat betreft kan Feyenoord zich deze zomer niet roeren op de transfermarkt. Ze kunnen zelf geen aankopen doen. Staan nog altijd onder verscherpt toezicht van de KNVB. In de bekende en beruchte categorie 1 zit Feyenoord nog altijd. Wat wel zou kunnen is dat Feyenoord het salarisdeel van een speler als Bas Dost voor zijn rekening neemt. En dat de investeerders, nieuwe investeerders of bestaande, de Vrienden van Feyenoord, veel genoemd in dit geval, dat die de club ontlasten door het volledige risico op zich te nemen. Door een speler aan te trekken, persoonlijk ook met een aantal van die vrienden eigenaar te worden van die speler. Hij mag dan bij Feyenoord spelen, maar als een speler minder waard zou worden, ligt het volledige risico in dit geval bij die vrienden, bij die investeerders. En ook belangrijk, een type als Dost of een andere speler zou veel meer geld waard kunnen worden. Dan deelt Feyenoord volgens Blokland, die toezegging deed hij waar we bij waren, ja, voor 99,9% mee in de winst. Nou, dat is een prima verhaal. Klinkt als een klok, alleen er zijn ook kanttekeningen die met name ook gemaakt worden door een deel van de vrienden van Feyenoord zelf. Ja, er is ons ook gevraagd aan Onno Jacobs of hij leidt onder de situatie. Het publiek dat zich massaal tegen hem keert tijdens Feyenoord NEC, nou, dat raakt hem natuurlijk. Dat geldt ook voor zijn gezin. Maar Blokland heeft nog eens herhaald dat wat hem betreft niemand uit de huidige directie hoeft te verdwijnen. Hij heeft ook geen gesprek in het verleden gevoerd met Jacobs, waarin hij dat persoonlijk aan de financieel directeur gevraagd heeft. Aan de andere kant, en zo eerlijk moeten we zijn, we hebben ook vandaag telefonisch contact gehad met een aantal andere investeerders, een aantal andere vrienden van Feyenoord. En die zeggen, onzin wat ons betreft, gaan er binnen nu en twee maanden gaat er ingegrepen worden in de directie en gaan we een nieuwe raad van commissarissen samenstellen met mensen met voetbalverstand, met ondernemers, met een jurist. Dus ja, daar lijkt de Vrienden van Feyenoord groepering niet helemaal op één lijn te zitten. En nu? Ja, dat is de vraag hoe het nu allemaal verder gaat. Belangrijk is het denk ik dat men een constructie zoekt waarmee het mogelijk is om het elftal van Mario Been te versterken. En hoe dat organisatorisch verder gaat, ja, dat kunnen we alleen volgen. Daar hebben we geen invloed op. Nou, in elk geval een sluitend verhaal van Pim Blokland en mensen die keihard werken om die club er bovenop te helpen. En nou, na al dat gepraat daarover, dan maar gewoon lekker naar het voetballen. Excelsior, dat speelt nog voor lijfsbehoud. Dat ging in de twee wedstrijden tegen Den Bosch niet zo makkelijk als wij vooraf hadden verwacht. Maar het resultaat was uiteindelijk prima. Blijdschap bij de Excelsior Bank. De Kralingers gaan door naar de laatste ronde van de play-offs na de 3-1 overwinning op FC Den Bosch. Terwijl de spelers applaus krijgen van het publiek, ontvangt trainer Alex Pastoor een kus van zijn dochter en een welgemeende hand van de baas van Zuid. Zo is iedereen na afloop vooral opgelucht. Het werd toch spannender dan dat we aanvankelijk hadden gehoopt. We zijn een ronde verder. Punt. Ik denk dat iedereen verwacht dat het van ons dat we zouden winnen en dat hebben we gedaan. Dat is het belangrijkste. Excelsior begon goed aan het duel. De eerste wedstrijd in Den Bosch eindigde donderdag nog in 3-3. En de Kralingers gaan op jacht naar een snelle openingstreffen hier via Ryan Koolwijk na 2 minuten spelen.
Dan een kwartier later een verre inworp van Nelom. De bal via de rug van Bossen naar Peters voor de voeten van Geert Arend Roorda. 1-0 door de Fries die het duel begon met een lichte voetblessure. Excelsior gaat verder, want direct na de 1-0 Roland Berg kwam met de volley net naast het doel van Wesley de Ruiter. Een goede eerste 20 minuten van de Kralingers die daarna wat gas terugnemen. Toch krijgt Den Bosch geen enkele kans en Excelsior nog één goede, maar die is niet besteed aan Wouter Gudde. Zo heeft Excelsior aardig wat kansen gekregen in de eerste helft en dat zonder echt goed te spelen. Je hing natuurlijk op twee gedachten, de 1-0 voor verdedigen, dan wel uitbouwen. Nou, ik denk dat wij in de wedstrijd hebben laten zien dat wij eigenlijk altijd gewoon moeten aanvallen. Dat ligt ons het beste. We hebben onszelf tekort gedaan door na de 1-0 niet de 2-0 aan de 3-0 te maken. Ik denk als je de 6 maakt, dan zegt ook niemand wat. In de tweede helft speelt Excelsior veel minder goed dan in de eerste, maar het is nog steeds veel beter dan FC Den Bosch. Bijvoorbeeld via de individuele klasse van Geert Arend Roorda. Prachtige actie van hem. Ook ontbreekt Excelsior aan een klein beetje geluk als Daan Bovenberg kopt. En zo klinkt het aluminium op Boudestein. Maar het blijft nog steeds 1-0. Pastoor moet dan even later Geert Arend Roorda vervangen vanwege een blessure aan zijn hamstring. Tim Vinken, afgelopen donderdag nog goed voor de 3-2 en de 3-3, is zijn vervanger. Maar hij staat nog maar net in het veld of Vinken ziet hoe Den Bosch in de aanval is via Baks. Zijn voorzet belandt voor de voeten van Niels Voortoren en vanuit het niets staat het 1-1 en dan wordt het ineens spannend. Dat is alleen maar angst en ik ben er helemaal niet van. Dus ik ben blij dat de jongens in die slotfase ook en vlak voor die 1-1 laten we wel zijn ook een aantal kansen. Maar daarna ook nog kansen zijn blijven creëren. Want ja, dat is hetgene waar we toch vooral goed in zijn. Bijvoorbeeld via Tim Vinken die net als donderdag weer een hoofdrol vervult in de slotfase. Hij wordt gevloerd in de 16, strafschop voor Excelsior en rood voor Hofstede. Kolwijk mag de Kralingers na de laatste play-off-ronde schieten en doet dat ook 2-1. Vlak voor tijd wordt het nog 3-1 door Daan Bovenberg na een hoekschop van jawel Tim Vinken die wederom dus weer beslissend is als invaller. Je zou haast gaan denken aan de term super sub. Maar ik denk dat je de meeste spelers, zeker Tim Vinken, met zo'n titel geen plezier doet. Laat me duidelijk zijn, ik speel liever in de basis. Maar ik heb tegen de trainer gezegd dat hij maakt een keuze en ik schrik me in die rol. Dat moet zorgen dat ik zelfs in de Eredivisie blijf. Nu Helmond Sport, wat weet je daar al van? Kan je daar al iets over zeggen? Ja, Helmond Sport heeft zich qua karakter en qua voetbal niet zoveel veranderd ten opzichte van het vorige seizoen. Noem maar 5 spelers van Helmond. Daar gaan we. Altier, Andrade, Husje, Veldmaten. Dus dat is altijd en eeuwig een lastig te bespelen tegenstander. Ja, dat waren de 5. Wat weet jij van Helmond Sport, Jan Dirk? Ja, dat de ploeg met Jurgen Streppel eigenlijk vaste klant is in de play-offs de laatste jaren. Maar telkens net niet de laatste stap naar het hoogste niveau kan zetten. Sparta promoveerde met Adrie van Tichelen jaren geleden. Ja, ik heb er eigenlijk alle vertrouwen in dat Excelsior door gaat komen ten koste van de Brabanders. Wat zou een degradatie kosten? Ja, ik heb daar gisteren met Simon Kelder, de algemeen directeur, uitgebreid over gesproken. Dat zou een 500.000 aan inkomsten schelen. Het gaat niet goed met de televisieopbrengsten voor betaald voetbalclubs op het hoogste niveau. Dus die schade is te overzien volgens Kelder. Maar natuurlijk wil hij en willen andere mensen binnen de leiding van Excelsior veel liever op het hoogste niveau blijven spelen. Het Nederlands elftal dan gaat oefenen tegen Brazilië en Uruguay. Hoorden we net van Ruud in het nieuws dat de selectie bekend is gemaakt. Vlaar niet in die selectie, Jeffrey Bruma wel. Ja, van een Engelse eerste divisieclub, Leicester City, weliswaar eigendom van Chelsea. Een jongen met heel veel potentie. Enerzijds zou je kunnen zeggen, Van Marwijk, de bondscoach, wil in dit soort potjes jonge jongens ervaring laten opdoen. Anderzijds ja, moet Vlaar zich misschien ook wel zorgen maken dat zo'n jonge jongen de voorkeur krijgt boven hem. Wat zegt dat over het eventueel bijtekenen en het, de vraag of dat verstandig is of niet van Vlaar bij Feyenoord? Ja, Van Marwijk heeft al het geroepen, willen jonge Nederlandse spelers beter worden, moeten ze eigenlijk zo snel mogelijk naar het buitenland. Maar ja, Vlaar heeft de pech dat ook die markt is ingestort. En de vraag is of er echt interesse is van clubs die echt beter zijn, veel beter zijn dan Feyenoord. Dan gaan we van het voetbal op het veld naar het voetbal in de zaal.
TPP met name, is er nog niet in geslaagd de finale te bereiken van de play-offs om het landskampioenschap. Nadat ze vorige week de uitwedstrijd tegen Hovo Cubo met 7-4 wonnen, werd afgelopen vrijdag na strafschoppen van diezelfde ploeg verloren. De stand in de best-of-three serie is nu 1-1, waardoor woensdag de beslissende wedstrijd wordt gespeeld thuis in het topsportcentrum. In een goed gevuld topsportcentrum zien de toeschouwers een wedstrijd waarin touw aan vast te knopen is. TPP, dat speelt in het wit, staat binnen no time met 3-0 achter, omdat eerst Fuad Afkir twee keer de fout ingaat. En daarna doelman Remy Baldoel staat te slapen. Ja, twee hele domme ballen van mij die dat absoluut niet mogen gebeuren op dit niveau en op zo'n belangrijke wedstrijd. Feyenoorder Luigi Bruins en Excelsior-speler Ryan Koolwijk kunnen dan maar beter goed opletten, want TPP begint aan een geweldige inhaalreeks. De 3-0 achterstand wordt omgebogen in een 6-3 voorsprong. En dus lijkt de wedstrijd gespeeld, maar niets is minder waar. Met nog 3 minuten te gaan geeft TPP de voorsprong helemaal weg. Ja, gaat vermoeidheid een rol spelen bij ons en we hebben een hele krappe selectie. De bank is niet echt heel erg breed en dan is het voor sommige jongens, ja, ook inclusief voor mij, echt heel zwaar om het nog te belopen. Dan spelen zij het heel goed uit en komen ze nog terug tot 6-6. Waardoor het verlengen wordt, omdat er in ieder duel in de Best of Three serie een winnaar moet komen. Daarin zet Brian Pereira TPP op voorsprong. Maar terwijl de supporters nog aan het feesten zijn, ligt de bal er aan de andere kant in. 7-7 en dus volgende strafschoppen. Daarin mist Soufiane Touzani als eerste en krijgt ook Fuad Afkir de bal er niet in. Ja, hij pakt hem eigenlijk gewoon goed. Ik schiet hem misschien ook niet echt hard, maar ik schiet hem wel in de hoek. Maar ja, hij pakt hem gewoon. Hovo Cubo kan het dan afmaken, maar het lukt niet omdat doelman Koen van der Leden zeker een halve meter voor zijn lijn staat. De Noord-Hollanders beklagen zich daar dan terecht over. En vervolgens laat het meest fanatieke deel van de supporters van TPP zich van zijn slechtste kant zien. Ieder commentaar is hierbij overbodig. Bij de volgende strafschop lukt het Hovo Cubo wel om een beslissende wedstrijd af te dwingen. Daarin is het te hopen dat de supporters van TPP zich wel op een positieve manier laten zien. Want dat zal TPP nodig hebben om alsnog de finale van de play-offs te bereiken. Nou gaan we wielrennen. Afgelopen zaterdag werd in en rondom Spijkenisse de Tour Zuid-Hollandse Eilanden verreden. Kijkt u mee naar een korte impressie. De Tour Zuid-Hollandse Eilanden met start en finish in Spijkenisse. Een wedstrijd voor de elite en belofte over 160 kilometer. Uiteindelijk ontstaat er een kopgroep van 17 renners, met erin onder andere Roeland Dijkshoorn van de rijwielclub Ahoy uit Rotterdam. Maar in de laatste ronde weten Mats Boeven en Marco Kuiverhoven weg te komen uit de kopgroep. Het wordt een sprint en Mats Boeven uit Nijverdal weet in Spijkenisse net Kuiverhoven, de winnaar nog van vorig jaar, achter zich te houden. Plaats 3 is voor Frank de Reus en Dijkshoorn wordt 7e. Ja, ik weet dat ik in zo'n groepje snel ben, dus ook met die 16 man had ik het wel aangedurfd eigenlijk om naar de finish te gaan. Dan is het iets moeilijker. Maar ja, met z'n drieën dan is het nog meer een gokje, win je hem of win je hem niet. Maar dan sta je in ieder geval op het podium en dat is in elk geval mooi. Je staat nu zelfs op de hoogste trede vandaag hier in Spijkenisse. Dit is je mooiste overwinning dit seizoen tot nu toe, neem ik aan? Ja, dat is de eerste dit seizoen, dus dat is ook de mooiste. Dan de mannen van de hockeyclub Rotterdam. Die kunnen geen kampioen meer worden, maar een plek in de prestigieuze Euro Hockey League is nog wel mogelijk. HCR moet daarvoor in maximaal 3 wedstrijden afrekenen met Oranje-Zwart. Gisteren werd in Rotterdam het eerste duel gespeeld. Wie vliegt samen met de play-off finalisten Bloemendaal en Amsterdam Europa in? Wordt het Oranje-Zwart, de nummer 3 van de hoofdklasse, of dit Rotterdam, dat het seizoen als 4e afsloot? Het begin van de wedstrijd is in ieder geval voor de bezoekers uit Brabant. De tip-in is van Lucas Judge en Rotterdam Oranje-Zwart is 0-1. Keeper Pirmin Blaak baalt, want Judge stond wel heel erg vrij. Weusthof dan namens Rotterdam. Via een Oranje-Zwart stik komt de bal in het gezicht van Paul Melkert. En HCR-coach Hans Strede heeft wel een idee hoe pijn dat doet. Het levert Rotterdam wel een strafcorner op. Weusthof doet helemaal niets fout. 1-1. En dat is ook de ruststand op het terrein aan de Hazelaarweg in Schiebroek. De tweede helft. Op rechts is Jeroen Hetsberger weg. Zijn dribbles zijn onnavolgbaar. Maar het levert geen doelpunt op. Paul Melkert kan net niet worden bereikt.
In de slotfase krijgt Rotterdam dan nog 3 strafcorners op rij, maar er gaat er geen 1 in. Rotterdam wil nog een 4e, omdat de keeper op de bal ligt, maar de scheidsrechter wijst de andere kant op. Het blijft dus 1-1, ook in de verlenging. Strafballen dus. Thijs Bams mist namens Oranje-Zwart, oftewel Pirmin Blaak stopt. Dan Robert van der Horst tegen zijn oude club. Hij scoort wel. Mark Jenneskens. En Blaak zit er weer goed bij. De overwinning kan dan worden binnengehaald door Jeroen Hetsberger. Hij faalt niet. Rotterdam wint. En kan zich zaterdag in Eindhoven plaatsen voor de Euro Hockey League. Het zou een mooi afscheid zijn voor 2 spelers die we volgend seizoen niet meer terugzien bij HCR. Deze Ryan Archibald en de zwaargehavende Maurits Hetsberger. Ik denk wel dat ik zoveel mogelijk kom kijken. Zeker thuiswedstrijden. En we zien het wel hoe het loopt. Misschien dat ik zelf nog ergens in een ander team wat rustiger aan ga doen. Een beetje ga afbouwen. Maar ik denk wel dat ik af en toe nog langs de kant erin doe. Stoer hoor. Waar het hockeyseizoen er bijna op zit, is het raceseizoen nog maar net begonnen. En nu al reikt Nigel Melker de zegens aan een. De pas 20-jarige coureur was al 2 keer de beste in een Formule 3 race en 1 keer in de GP3. Het leverde hem een 5-jarig contract op bij Mercedes, waardoor de Formule 1 steeds dichterbij komt. Hij is nog maar een rookie in de autosport, maar toch was Nigel Melker dit seizoen al de beste in Zandvoort, in het Turkse Istanbul en in het Franse Le Castellet. Kenners verwachten dan ook dat de Barendrechter snel in de Formule 1 te bewonderen zal zijn. Logisch dus dat Melker blaakt van het zelfvertrouwen. Ik denk dat je geen moederskindje moet zijn. Ik denk dat je wel toch ballen moet hebben. Ik denk dat ik wel een van de grootste ballen heb van de paddock. Maar zodra ik in die auto stap, dan... Komt er een hele andere Nigel tevoorschijn, hè? Toch ging ook bij Nigel Melker niet alles van een leien dakje. In zijn puberteit raakte hij 2 jaar lang geen auto aan. En moest er zelfs mentale begeleiding aan te pas komen om Melker weer achter het stuur te krijgen. Ik had meer met mijn vader wat problemen. Die is best wel heel erg streng en... met karten al, als het dan bijvoorbeeld even niet ging, dan zei hij van ja, we stoppen ermee en we verkopen alles. En als klein jongetje, terwijl je droomt van de Formule 1, raakt dat je best wel. Ik had voor de rest ook geen vrienden, dus mijn leven was racen, zeg maar. En als je stiefvader dan zegt van ja, we stoppen ermee en we verkopen alles, als je een tegenslag hebt, zeg maar, raakt dat je wel. En in de puberteit op een gegeven moment... Toen hadden we dus weer een tegenslag en toen zei hij van nou, we verkopen alles en we stoppen ermee. Toen zei ik, nou is goed, dan doen we dat. Toen zijn we weggegaan en toen hebben we, ik denk, een paar maanden niet meer tegen elkaar gepraat. En dat was echt een rottijd voor mezelf, dat kan ik je vertellen. Elke nacht ging ik naar bed, terwijl je 100 bekers op je kamer hebt staan. En dat toch je leven was, zeg maar. Niet meer is, maar op dat moment was dat het. Dus ja, ik heb best wel veel pijn gehad en geleefd zonder het race. En dat was niet echt wat ik wilde, zeg maar. Dus ik kreeg de kans weer om te gaan racen en die heb ik met beide handen aangepakt. En nu ga ik echt met 110% voor. Binnen 3 jaar wil Melker in de Formule 1 rijden. Als voorbeeld heeft hij Paul Di Resta, die een vergelijkbaar contract tekende bij Mercedes en dit seizoen debuteert in de hoogste raceklasse. Eigenlijk door vorig jaar, doordat ik 2 keer pole position had gereden, was Mercedes eigenlijk al heel erg onder de indruk. En hebben ze voor dit jaar gevraagd, terwijl ik al een GP3 contract had, of dat ik ook Formule 3 erbij wou rijden. En daar hadden ze dus een mooi contract bij aan te bieden, zeg maar. En zo'n contract geeft geen garantie voor de Formule 1, maar... Als ik gewoon door blijf gaan hoe ik nu te werk ga, dan komt het wel goed. Collega Dirk Beers maakte dit gesprek. En daarmee zit deze Sportclub Rijnmond er gelijk op. Ik sprak in het begin van deze uitzending met Jan-Dirk Stouter over Feyenoord. Als u dat nog eens uitgebreid wilt nalezen, kunt u terecht op www.rijnmond.nl. En vergeet aanstaande vrijdag alsjeblieft FC Rijnmond niet. Onze wekelijkse voetbaltalkshow. John de Wolf is dan onze gast. Voor nu, bedankt voor het kijken.